Hey, leuk dat je weer kijkt. Ik heb hier een compressor. En een compressor is een van de moeilijkste effecten om in te stellen. En ook om goed te gebruiken en om te horen wat hij precies doet. Nou, heeft elk DAW heeft wel een compressor tot zijn beschikking. Er zijn veel verschillende modellen, vaak ook een beetje gemodelleerd naar oude hardware units. En die hebben allemaal een beetje een bepaalde karakteristiek. Nou zijn de modellen in Logic nagemaakt en die kan je hierboven in de compressor kiezen. De eerste compressor is Platinum Digital. Dat is een hele transparante compressor, dus die voegt niet iets toe. Die is heel neutraal. En voor de meeste dingen wel geschikt, zonder dat het een bepaalde sound meegeeft. De Studio VCA is een model van Focusrite, een oude RED compressor. Is ook heel transparant, heeft iets ander karakter dan Platinum Digital. Wordt vaker op de masterbus wel gebruikt. En is vrij clean, dus zonder dat hij een bepaalde karakter toevoegt. De Studio FET en de Vintage FET zijn twee modellen van de 1176 en dat is een vrij snelle compressor en wordt veel gebruikt voor drums, dus voor percussieve elementen. En ze klinken de Studio FET is wat cleaner, dus die vervormt wat minder als die comprest. Dus zodra die comprest, begint deze minder te vervormen dan de Vintage FET. Dit is de Blackface en dit is de Silverface. Ook wel de Blueyface. Daar zit dan zo'n blauwe streep op bij de oude hardware. En deze heeft dus meer karakter. Dus zodra die comprest, vervormt die een beetje. En die vervorming is echt heel erg mooi. Dan de Classic VCA. Dat is een oude DBX 160 compressor. En was een hele simpele compressor, dus minder controls. En is heel geschikt voor percussieve elementen. Vooral snare klinkt heel erg goed erop. Maar is vaak een beetje te bruut en te agressief voor zang of dingen die wat milder gecomprimeerd moeten worden. De Vintage VCA is een SSL, wordt veel op de drums gebruikt als bijvoorbeeld als je een groep of een drumbus hebt, wordt dit vaak gebruikt om als een soort glue noemen ze dat ook wel. Dat is om de percussieve elementen meer als één geheel. Dus in plaats van dat het losse kick en losse snare en losse hi-hat en dat losse instrumenten, losse eilandjes zijn, klinkt het meer als één instrument. Dus echt één drumstel of één drumkit. Een hele klassieke sound, vervormt ook een beetje. De Vintage FET, nou, dat is dus een iets karakteristieke vollere 1176, erg goed voor drums om echt te slammen. En de Vintage Opto is een model dat doet de LA-2A na. En de LA-2A wordt heel veel voor zang en voor bas gebruikt. En is heel mooi om de dynamiek aan te passen van een zangpartij om als er gezongen wordt en er zijn een beetje uitschieters, dus dat er iets te hard wordt gezongen of iets te hard wordt ingezet, om dat ietsje terug te krijgen en een beetje een gelijkmatigere zangpartijen van te krijgen. Dus dat het volume iets meer naar elkaar toe wordt getrokken. Dat zijn de verschillende modellen van de compressor in Logic. Ik heb nu een drumbeat uit de drummer even klaarstaan. Een hele simpele standaard default patch. En daar ga ik hem instellen. Wat belangrijk is dat de auto gain, dat staat standaard off. Het belangrijke principe
van een compressor is dat die eigenlijk, en dat zie je hier aan die meter, het is eigenlijk als een automatische volumeschuif. Dus er wordt iets gedetecteerd, dus volume of geluid. En die compressor die zegt op een gegeven moment: hey, dit is te hard, dat moet zachter. En op een gegeven moment is dat niet meer zo hard en dan kan die weer gewoon op een normaal niveau komen. Dus er komt iets boven een bepaald niveau, dat wordt ietsje zachter gemaakt, dat gaat met een bepaalde snelheid. Dat blijft dan op een bepaald niveau totdat het geluid niet zo hard meer is of niet meer zo hard binnenkomt en dan gaat hij weer terug naar het normale niveau. Dus eigenlijk wordt alles door compressie zachter en de autogain of de make-up gain, wordt het ook wel genoemd, zorgt ervoor dat alles wat hij zachter maakt, dat het wat harder wordt in verhouding. Anders dan wordt alles gewoon zachter en klinkt het zachter in vergelijking met de bypass. Het is belangrijk om daar bewust van te zijn. Dan het instellen van een compressor. Wat een handige truc is. Er zijn wel. Een ratio is de verhouding wat die zachter maakt. Dus je hebt geluid komt boven een bepaalde drempel. Dat is de threshold. Dat is ook wel in het Nederlands de drempelwaarde. Dus het geluid komt. Ik ga zingen. Ah, en zodra ik te hard ga. Boven die threshold zegt de ratio: hey, deze verhouding, zoveel dB, dus 2 dB of 4 dB te hard of 6 dB te hard, 3 dB te hard, dat wordt teruggebracht naar 1 dB boven de threshold. En dat is de ratio, dus dat is de hoeveelheid, de verhouding wat die te harde geluid zachter maakt. Make-up gain kan je dus ook zelf instellen. En aan de hand van de meter kan je dat dus bepalen van hoeveel maakt hij dat zachter, kan je hem omhoog schuiven. Autogain lost dat automatisch op, maar het is altijd een beetje een soort van gok van gemiddeldes en piekwaardes. Dus soms kan het handig zijn om dat zelf op gehoor te doen. Je kan het ook aan de hand van de meters aflezen. Dus als je hem bypast, aan en uit, kijk, reset de meter en dan kijk je hoeveel de max piekwaarde is. Als het geluid kan je nog met de input gain instellen als het echt te hard in de compressor binnenkomt. Net zoals de output gain, dus dan kan je eigenlijk de gain structure, zoals we dat noemen, balanceren. Dus als het te hard binnenkomt, kan je hem wat zachter binnen laten komen. En gaat hij wat te zacht of te hard uit, dan kan je de output draaien. En de mix is een balans tussen de input, dus gewoon droog geluid, en de output, dat is het effectgeluid. Dus dat is wat de compressor doet. Ik laat hem nu even gewoon op 100% staan. Ik ga eerst even de beat gewoon laten horen. Lekker simpel. En dan zet ik hem aan en gaan we eerst eens luisteren wat hij doet. Hij compresst een heel klein beetje, zoals je hier ziet. Zo te zien is dit 1 dB. En hij staat dus standaard heel mild. Dus er gebeurt bijna niks. Dat is dus heel transparant. Er is bijna niks te merken. En je moet dus goed letten op het volume wat die aanpast. Een goede truc is om de threshold eerst helemaal naar beneden te doen. En dan hoor je echt een enorm bewerkt geluid. En vervolgens ga ik aan de attack draaien. Dat is hoe snel die reageert. Dus er komt een geluid boven de threshold, boven de drempelwaarde. De ratio zegt: hey, dat moet zachter worden. Maar zodra die boven die threshold komt, dan duurt het een tijdje voordat hij die volumeschuif naar beneden doet. Dat is de attack. En de release is hoe snel die weer release, dus hoe snel die weer naar het gewone volume gaat, naar die klap. Dus ik ga de threshold naar beneden draaien. En gaan we hem aandoen.
Je ziet dat die enorm aan het compressen is. En ik hoor nu een beetje de claps. Als ik nu de attack draai, dan hoor je meer klappen. Dus nu reageert die trager. Ik zal de ratio ook een beetje overdrijven, zodat die meer compresst. Zo heel overdreven. Hier hoor je bijna geen pieken meer. En de release is dus hoe snel die naald weer terug gaat naar rechts. Dus terug naar het oorspronkelijke volume. Als dat heel snel gaat, gaat die een beetje vervormen. Dat is meestal niet zo mooi. Gaat volume, hij maakt hem dus zeker 20 dB zachter. Ik ga hem wat harder zetten. Even op de meter kijken. Min 9. Min 7, dus 2 dB zachter. Het wordt een wat gehypte sound. Maar zoals ik net al zei, de platinum compressor is dus heel clean. En is eigenlijk de meest transparante compressor. Je kan er nog distortion in doen, maar ik ga nu even door naar de volgende compressor. De red compressor. En dan ga ik weer hetzelfde doen. Ik ga die threshold helemaal omlaag brengen. Ik ga hem afspelen. Attack omhoog. Hoor je die klikken, die percussieve elementen, hoor je er bovenuit. Als ik de attack heel snel zet, reageert hij dus heel snel. En dan zal hij alles heel erg gelijkmatig maken. Het is met drums vaak wel mooi dat er een beetje percussieve elementen erin zitten. Ratio omhoog voor meer compressie. Soms is het goed om even flink te overdrijven. Helemaal squashed. Zo, make-up gain. En hier hoor je iets aardigs. Je hoort die staarten. Die hoor je hier bijna niet. Ook wat vervorming, terwijl de distortion staat eruit. Dus het staat nu echt heel erg overdreven te doen. Meestal zet ik de threshold een stuk lager, of een stuk hoger eigenlijk. Wil ik nou die percussieve elementen een beetje behouden? Hoor je die tikjes? Dan gaat die in het rood. Ik heb gain een beetje terug. Hier hoor je echt die klikjes. Threshold terug. Dat hij niet zoveel. Ratio wat terug. Je hoort vooral. De dynamiek is eigenlijk volumecontrole. En je hoort of dat het meer gelijkmatig is. Of dat pieken benadrukt worden, of dat staarten er benadrukt worden. Dus je kan een geluid heel gelijkmatig maken, maar je kan hem ook meer laten swingen. Dus wat agressiever ermee maken. En als ik hem heel agressief zet. Let op de metering, dat het niet te hard is. Luister naar die kickdrum. Is heel zwaar. Die wordt nu veel tighter, veel strakker. Soms wil je dat, soms wil je dat niet. Wil ik nou een beetje terug naar het origineel, maar wel een deel van het gecompresste geluid houden, kan ik de mix. En heb ik 50% heb ik beide even veel. Dus heb ik het droge geluid, dus eigenlijk dit geluid,
plus het gecompresste geluid erbovenop. Distortion is een manier voor als die compressed dat de pieken een randje krijgen. Wat distortion of saturation kan heel erg mooi klinken. Dat ga ik zo eens even doen. Ik ga even terug naar default, naar de basis setting. Ga naar de Studio Fat. Threshold, helm omlaag, ratio even hoog. Om je een idee te geven, 2 staat tot 1, dus 2 dB wordt 1 dB. 4 staat tot 1, elke 4 dB boven threshold wordt teruggebracht naar 1 dB. 8 staat tot 1, 8 dB boven threshold wordt teruggebracht naar 1 dB. Dus echt grote pieken worden dan een stuk kleiner. 2 staat tot 1 is echt heel mild. Dat is voor zang bijvoorbeeld heel erg goed. Om iets meer gemiddeld geluid te krijgen, een heel klein beetje compressie. 4 staat tot 1 wordt heel veel gebruikt. Dus voor gitaren, en voor wat milde percussie. 6 staat tot 1, 8 staat tot 1 is gitaren en percussie kan dan behoorlijk agressief of meer aanwezig zijn. Ga ik weer aan die attack draaien. Ik zet hem eerst heel snel. En dan zet ik hem eerst even bypass. Als ik hem nu afspeel. En ik zet hem aan. Dan hoor je dat er geen enkele piek meer eigenlijk in zit. Hij wordt nu dus enorm veel zachter gemaakt. Dan kan ik weer met de make-up game omhoog brengen. Dan hoor je echt die staarten achter de drum. Make-up gain eertje terug en dan ga ik de attack langzaam zetten. Dus dat is eigenlijk hoe snel die reageert. En dan hoor je die pieken terugkomen. Echt tikjes. Nu de threshold omhoog breng. Dus dat is weer die drempelwaarde waar die op reageert. AB'en vergelijken. Die staat op min 10. Die is veel harder. Dus de make-up game moet even terug om eerlijk te vergelijken te hebben. Die auto game doet dat automatisch voor je, maar doet het meestal een beetje handmatig. Die kick ook. Er zit echt woem, woem. Staartje achter en is een stuk gecontroleerder met de mix weer een beetje van beide en distortion vooral een gecompresste geluid maakt die dus wat vervorming aan, iets rijkere klank. Ik gebruik over het algemeen soft of uit als ik een hele clean met de platinum bijvoorbeeld, hard clipping, hard distortion en clipping distortion is het agressiever. Is misschien niet heel goed te horen. Ik ga hem even weer overdrijven. Threshold terugbrengen zodat hij enorm gaat zitten reageren. Attack helemaal terug. Hier hoor je dat randje niet. Helemaal clean. Hier krijg je ietsje vervorming, dus ietsje rijkere klank. Klinkt net iets meer karakter. Hard vind ik meestal net even te overdreven. Echt om een bepaalde sound te geven. Clipping is helemaal. Hier de kickdrum, krijgt een soort vervorming. Hier verdwijnt hij een beetje op de achtergrond. Hier worden wat harmonische bijgemaakt.
terug naar default. Het is stuurvet. Classic VCA is een model namaak van de DBX160. Een hele simpele compressor. Zoals al deze compressors hebben ze allemaal net iets andere vervorming. En ook iets andere reactie. Dus deze kan je bijvoorbeeld niet instellen hoe snel die reageert met attack and release. Deze heeft een vaste attack and release. En dat is dus al van tevoren bepaald. De DBX160 klinkt heel goed op percussieve elementen zoals snare vind ik hem vooral heel erg goed op. Voor andere dingen zoals zang klinkt hij veel te agressief. Dus het is veel te heftig en dan krijg je veel meer tikken die mooi zijn op snare maar lelijk zijn op zang. Ratio zet ik even op 8 staat tot 1, wat al een behoorlijk hoge waarde is. Threshold terugbrengen. Dan laat ik hem even tot ongeveer 20, min 20 dB, wat hij zachter maakt. Dan ga ik met de make-up gain ga ik hem omhoog brengen. Hier zie je op de meter min 14. Kijk, die klep, daar reageert hij heel erg op. Je heeft die klep nog een beetje een staartje, dus decay of die uitklinkt. Dan krijg je echt tikken. Nou is dit echt een enorme lage threshold, dus dit zou wat. En je kan dat doen aan de hand van je meter. Dus je kan aan de hand van de meter kan je kijken. Toen die beat begon heb je die kick en dan krijg je die clap. En dan zie je eerst min 12 en daarna min 10. Dat betekent dat die clap die is dus ietsje harder dan die kick. Deze waarde kan ik hier ook gebruiken. Dus je kan zeggen ik doe min 10 en dan reageert hij dus iets meer op die klep omdat die klep wat harder is en reageert hij dus niet zo op die kick. Stuk milder. Hij reageert vooral op die klep. En het is subtiel, maar het is net alsof het instrument ietsje meer naar voren komt. Alsof het ietsje meer aanwezig is en ietsje meer zijn best doet. En in de mix wil je soms wat meer energie hebben bij een instrument. En een compressor kan je echt een instrument wat op zich goed is ingespeeld of een goede beat maakt, in de zin van een drumcomputer, kan je een stuk agressiever maken alsof er echt met enorm veel plezier wordt gespeeld of is geprogrammeerd. De Classic VCA. Ook met weer distortion. Een ander onderdeel trouwens, even snel tussendoor, is de limiter. Als je echt te hard gaat, kan je de limiter aanzetten en kun je zorgen dat hij bijvoorbeeld niet boven de ingestelde waarde komt. Dus dan wordt hij nooit harder dan min 1 dB. Ik gebruik eigenlijk nooit de limiter in de compressor. Het is wel een handige optie. Met een overload lampje, dat betekent dat hij dus limit en dat hij dus een piek absoluut tegenhoudt. In tegenstelling tot de compressor. De compressor maakt het in verhouding zachter. Een limiter houdt het altijd tegen. Dat betekent ook dat als hij tegenhoudt, dat het ten koste gaat van je geluidskwaliteit en dat er dus vervorming optreedt. Als je een compressor heel erg hoog instelt. Deze gaat 30 staat tot 1. Sommige gaan nog hoger tot oneindig staat tot 1. Dat is eigenlijk wat een limiter doet. En reageert dan ook heel erg snel. Dat is de DBX of de Classic VCA. Dan de Vintage VCA. Is een, ook een hardware model. Is een namaak van de SSL buscompressor. Ook wel bekend van de mixers. En wordt veel op drumbussen gebruikt. Dus erg goed voor drums. En ze noemen het ook wel glue.
Betekent dat je geluid aan elkaar lijmt. Dus vooral drums, wat losse instrumenten als een kick, een snare, een clap, een hi-hat. Die hebben allemaal piekjes. En om die pieken iets meer als één geheel te krijgen, stuur je vaak alle losse kanalen, alle losse elementen van drums en percussie naar een drumbus. En de drumbus met een compressor zoals een SSL of een vintage VCA zorgt ervoor dat het meer als één geheel en meer in balans is. En dat balans zit dan echt in de dynamiek, in de volume. Andere aardige manier om het te bekijken in plaats van de meter hoeveel dB die verzwakt, is het eigenlijk met een graph te zien wat die dan doet. Dus ik zal hem eerst even instellen. Ik ga de threshold weer omlaag brengen. Ik doe eerst een hoge ratio van 8 staat tot 1. Een snelle attack. Make-up staat uit. Ik zet hem eerst even bypass. Weer even aan. En je ziet hem echt heel snel reageren. En gaat echt heel erg ver. Je hoort hem zelfs niet meer. Hier hoor je allemaal vervorming. Als ik nou de attack omhoog draai, dan moet je oppassen dat hij weer niet te hard wordt, dan ga je tikken horen. Nu reageert hij dus op elke klap eigenlijk net iets te laat. Dus hij laat elke klap net door. Die klikjes van die klep. En ook het staartje achter elke drum. De release is dus hoe snel die weer teruggaat. Ook dat, als je dat goed instelt, dan groeft die meer. Als je dat te langzaam zet, dan duurt het te lang voordat die naald weer terug kan gaan. En dan reageert die dus heel langzaam met het terugkomen van volume. Als je hem heel snel zet, krijg je weer vervorming. Meestal niet zo mooi. En deze waardes, het aantal milliseconden, kan je ook aan de hand van het tempo doen. Dat is een berekening. Dus aan de hand van het tempo weet je ook hoeveel een 16e of een 32e duurt. Dat kan je berekenen. Ik ga even naar die graph en dan ga ik je laten zien wat er hier gebeurt. Je ziet hier automatisch volumeschuif. Hij gaat tot 30 dB verzwakken. En bij elke klik reageert hij. Nu reageert hij dus heel snel. En zal hij dus ook meer compressen bij elke klik. Tikjes laat hij door. Meestal breng ik hem de ratio dan een beetje terug, dat het wat milder wordt. Even goed op de meters lezen dat hij niet veel harder is dan het origineel. Want dat geeft geen eerlijk vergelijk en je wil eigenlijk goed horen wat die compressor doet. Veel tighter geluid, dus veel meer in balans. Het is misschien nog een beetje overdreven. Een beetje die threshold terug. In plaats dat allemaal losse hits zijn, is er meer gemiddeld. Dus hij reageert echt op die klappen. Met de mix kan je dat weer terugbrengen, zodat je een beetje droog geluid hebt. En dan heb je het beste van beide. Wat een leuke truc is, wat ze in New York hebben, min of meer populair hebben gemaakt, is parallele compressie of New York compression. En dat is een enorm heftige compressor instellen. Dus ik ga even zorgen dat die heel erg veel compresst.
En dan ga ik terug naar het oorspronkelijke geluid met die mixknop. Oh. Die. En dan draai ik langzaam aan die mixknop, zodat het gecompresste, dat gehypte sound. Ik ga nog heel even die gehypte sound instellen met een distortion. Even kijken. Ietsje langzaam laten reageren, zodat de pieken goed doorkomen. Maakt het dus echt een stuk zachter. Mixknop helemaal terug, afspelen en draait langzaam erin, zodat je dat gecompresste geluid er bovenop krijgt. Dit is te veel. En hier heb je voor de helft het originele geluid en voor de helft dus dat gecompresste geluid, dus dat is dat gehypte geluid. -8. Nou, dat is de SSL, de Vintage VCA, erg bekend op de busgroep. Dan de Vintage VET, in tegenstelling tot de Studio VET, is de Vintage VET wat meer karaktervolle distortion. Reageert met distortion zodra die compressed. En is het ook wel de Silverface van Universal Audio. En ik heb de oorspronkelijke setting, dat neemt hij trouwens over. Dus dat is wel handig, dan kan je de karakters gelijk vergelijken. Dus wil je juist een wat cleanere sound of wil je juist een wat classic, wat distortion, wat karaktervolle sound, kan je gewoon switchen. Er zit hier trouwens nog een onderdeel, kom ik zo even op. Vintage VET, even lekker overdrijven, 100% hatzeflats. Pieken helemaal gesquashed, zijn geen pieken meer. Nu hoor je die klikjes weer. Threshold terug, oppassen voor vorming in het kanaal. Make-up terugbrengen terwijl ik de threshold omhoog breng. Even op de meter kijken. Min 10 dB, dat is behoorlijk veel. Ga ik hem op 4 staat op 1 zetten. Het is net alsof dit is dan een elektronische kit, maar het is net alsof er met meer energie gespeeld wordt. Het is net wat agressiever sound. De attack en release is dus echt belangrijk om echt goed in te stellen. En dat kan je heel erg goed horen als je die threshold dus echt omlaag brengt. Dan hoor je dat pieken helemaal wegvallen of juist benadrukt worden, dus juist door worden gelaten door de attack. En de release is of je dat staartje weer snel hoort achter de attack, dus achter de klap, en kan je dus geluiden ook wel wat langer door laten klinken, afhankelijk van de setting, en dat is weer afhankelijk van het tempo van je song. Dan ga ik heel even naar de sidechain. De sidechain is eigenlijk zoals het eigenlijk wat het betekent, sidechain. Dus aan de zijkant wordt er een ketting gelegd, oftewel een soort pad, een audiopad. En dat is om het geluid te detecteren. Het geluid te detecteren, de compressor reageert op volume. En het volume, nou reageert deze compressor op het volume van dit drumstel. En hij reageert dus vrij veel op lage tonen. Nou kan je een filter instellen in de sidechain, waardoor de compressor niet zo heel erg reageert op bepaalde frequenties. Dus ik zal het je even voor doen.
de Taxi, Max en Sum. Dat laten we even voor wat het is maximaal. En Sum is bij elkaar opgeteld. Het filter, gaan we even luisteren naar wat het filter doet. Nog helemaal niks, tot we hem terugdraaien. Als die aanstaat, scheelt een stuk. Hier reageert hij nu op. Dit is wat de detector hoort. Volledige signaal. Wat veel wordt gedaan, zeker als hij met een complete drumbeat, hij reageert heel erg op die kick, want die kick heeft lage tonen en dat neemt heel veel energie in beslag. Als ik nou een high pass doe, betekent dat de hoge tonen laat hij door, maar lage tonen dat komt eigenlijk niet in de detector. En dat wil zeggen, ik draai hem helemaal terug, dus naar lage tonen. Ik speel hem af. Hij reageert. Luisteren naar de detector. Nu heb je bijna geen kick meer. Vooral claps. Zeker met een bandpass kan je heel precies. De bandbreedte van het filter, de Q. Nu reageert hij dus echt op die hi-hatjes en die clap. Nu reageert hij dus niet meer op die kick. Normaal is het boom, 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 boom. Elke keer als die kick binnenkomt, reageert hij. Nu is het wat milder en reageert hij meer op die claps en laat hij eigenlijk de kick met rust. Want die kick die zit eerst en daarna hoort hij een snare en daar reageert hij pas op. Sidechain is ook bekend van het sidechainen van geluiden die naar andere geluiden reageren. En dat is een mooie techniek om instrumenten naar elkaar te laten luisteren. Dus zodra een instrument speelt en er is geluid, reageert de andere compressor van het andere instrument. En die maakt hem zachter. Zodra de een speelt, wordt de andere zachter. Kan heel erg goed werken op zang bijvoorbeeld. Zang moet eigenlijk vaak in de mix of bovenop de mix, moet verstaanbaar zijn. Dus zodra er gezongen wordt, moeten andere elementen die in dezelfde frequentie of in hetzelfde gebied zitten, misschien wat zachter worden. Bijvoorbeeld gitaren kunnen dan vaak ietsje zachter worden. En dan kan het handig zijn om een sidechain aan te leggen met de zang. Dus zodra de zang zingt, luistert de sidechain van de compressor van de gitaar. Luistert naar de zang. Zodra er zang is, wordt hij ietsje zachter. En het kan soms heel subtiel zijn, maar dat kan net het verschil maken dat er iets meer ruimte is voor de zang en dat de gitaar eigenlijk meer op de achtergrond. Het is een beetje alsof je in een band zit en dat iemand een hele belangrijke partij gaat spelen. Dat de ander zich een beetje inhoudt, zodat de partij die het belangrijkst is, iets meer volume en iets meer aanwezigheid heeft. Andere vorm van sidechainen is compressen van geluiden aan de hand van ritmische elementen, vooral een kickdrum, dat je echt het pompende geluid krijgt. Dat is een andere techniek. Komen we nog een keer op. Ik ga even weer terug naar de default en dan ga ik naar de laatste compressor model. En dat is de Vintage Opto. Dat is een model van de LA-2A. En de LA-2A is een compressor oorspronkelijk met veel minder controls. Ook geen attack en release tijden. Je hebt hier trouwens nog een knop. En dat zit niet op elke. Dat is de knee. En dat zie je hier. Dit is eigenlijk de knee. Dus dit is waar de threshold zich bevindt. Dus dit is min 12. En de knee zorgt ervoor dat er een boog of dat er een knik is. Dus je ziet hier een knik en meer een boogje. Dus met een gecurvede knee
Is een wat muzikalere afronding van het compressen. Dus alsof je iets muzikaler aan een knop draait dan een beetje schokkerig gelijke overgang qua volume. En dat kan je met sommige compressors instellen. En dus ook bij de LA-2A. De LA-2A wordt vooral heel veel gebruikt voor zang en voor bas. En is heel geschikt om een meer gemiddelde te krijgen. Dus een wat gelijkmatigere zangpartij als iemand ietsje uithaalt. Om de uithalen ietsje gelijkmatiger te krijgen in verhouding tot de rest van de zangpartij. Ik zet hem weer even heel erg laag, de threshold. Snelle attack. Release laat ik eventjes met rust. Kan je trouwens hier met de autoknop op automatisch zetten. En dat is dan aan de hand van het tempo. Release is ook altijd goed om even goed naar te luisteren wat de compressor doet met je groove. Want als je de groove is eigenlijk het ritme wat je voelt. Als je dat verkeerd instelt, dan kan het net klinken alsof er iets wordt tegengehouden, alsof er iets tegenwerkt. En dan is een goede release tijd is heel erg belangrijk om de compressor ritmisch mee te laten werken. Ik ga hem afspelen. Echt klikjes hoor je nu al. De oorspronkelijke LA-2A was vrij traag. En daardoor wat geschikter voor zang over het algemeen. Ik laat meer klikjes toe. In technische termen wordt dat ook wel transiënten genoemd. Transiënten is de aanslag of de eerste piek van een geluid, van een nieuw geluid. Ratio hoger, meer verhouding te compressen. Nu laat hij echt elke piek door, want nu duurt het 200 milliseconden om op een piek te reageren. En is hij dus eigenlijk altijd te laat voor elke piek. Maar ergens daartussen reageert hij net op een piek. Nou, compress hij min 20 dB, is erg veel, dus ik ga de threshold omhoog brengen. Op een gegeven moment wordt hij een stuk harder en moet ik weer aan mijn make-up draaien om het een beetje in balans te krijgen. En het is dus een stuk subtieler. Hier op de meter zien we min 6 dB, min 7 dB. Nou is deze compressor, zoals ik net al zei, meer geschikt voor zang en bas. Is niet zo geschikt voor percussieve elementen zoals drums en toms en dat soort werk. Percussieve elementen zijn echt met piekjes. Erg geschikt om dus wat gelijkmatigere zangpartijen te krijgen en een wat mildere compressor. De distortion is echt wel moeite waard om karakter toe te voegen. Wil je een bepaald effect toevoegen op het gecompresste geluid. Waardoor je echt zo'n gehyped geluid krijgt wat een stuk meer energie in de mix geeft.